Sleutel is op de bodem. Ja, ik durf dit niet, man. In 1801 gaf Napoleon het startsein voor de bouw van een vesting voor de Franse kust. Fort Boyard. 8 weken lang is dit de arena waar bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in een avontuurlijke race tegen de klok. Elke week staan 2 teams oog in oog met elkaar om te proberen zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Die sleutels hebben ze nodig om de deur naar de schatkamer te openen, waar ze niet alleen goud vinden, maar ook een stel hongerige tijgers. Het komt aan op doorzettingsvermogen, de nodige veerkracht, mentaliteit. Oh ja, dat moet ook nog op tijd. Grenzen verleggen en je moet niet te bang aangelegd zijn. Hier ook in. Houd erin. Dit alles onder het toeziend oog van 2 zeer partijdige presentatoren. En hier doen ze het allemaal voor de cup met de grote oren. Dit is Fort Boyard. Welkom bij Fort Boyard. En 2 teams hebben zich weer warm gelopen om zoveel mogelijk sleutels te verdienen. Team Fashion versus Team Levenslied. En ik hoor ze al komen, hier zijn de teams. De competitie bestaat uit 2 pools van 3 teams. En vandaag wordt er gespeeld in Pool B. Team Levenslied in het blauw. Met Carlo van Leo, Leo van Carlo, John de Bever en Mick Harren. Zij nemen het op tegen Team Fashion met Monira Mansour, Janice, Kim Veenstra en Celina Manumutu. We zien er weer buitengewoon modieus uit vandaag. Once you go black, you can't go back. Ach, kijk, dat vind ik een goeie. Zo te horen, ben jij helemaal klaar voor onze Pret-a-Porter collection? Born ready. Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? We hebben geen tactiek nodig, wij winnen gewoon. Is dat zo? We hebben geen yell nodig, wij gaan het gewoon doen. Ik geloof echt in mijn team. Ik geloof dat wij echt sterk zijn en dat we echt onverwacht uit het hoek kunnen komen. Dit moet een gouden plaat worden vandaag, toch? Nou, dat is te hopen. Nou, als we, ja, we moeten hem gaan scoren. Het is Rob of Dronder. Vorige keer was het slecht, maar we zijn op trainingskamp geweest de week samen met z'n vieren. Dan moeten wij even kunnen winnen. Ja, ik denk toch altijd dat ik van iedereen win. Ik wil ook altijd van iedereen winnen. Kunnen we ze aan, denk je? Nou zo wel, maar ik weet niet meer. We zijn heel gemeen. Wij zijn gewoon team swag, dus wij gaan sowieso winnen. Ze zijn gewoon een soort van, ze zijn niet zo'n geoliede machine zoals wij. Ik heb net een woord gezegd, wij zijn niet swag genoeg. Ja, dat heb ik al gezegd, hè? Dat zei ik, ja. Ik zeg, jullie zijn niet swag. Swag, we zijn niet swag genoeg. Die modemensen hebben een visie en die zijn heel standvastig met alles. Erg spannend om tegen dat team aan de slag te gaan. Dit zijn horloge en paspartout. Zo zijn jullie gidsen door het fort. Ze houden de scores bij. Vertrouw op hun en natuurlijk op jezelf. Oké, Monique, gooi de zweep erover. Zoals jullie voelen, de wind is hard, de zee is woest, dus we gaan even lekker uitwaaien. Lekker! En dat gaan we doen met het allereerste duel. Het is eigenlijk heel eenvoudig. De eerste sleutel die kunnen jullie nu verdienen en die hangt daar. Ja. Wie het eerste de sleutel heeft, wint deze opdracht. Het is zeker niet van, dat doe ik gewoon eventjes. Zijn jullie klaar voor? Ja. Klimmen. Ik ben niet de grootste natuurlijk. Nee, maar ik moet toch wel kunnen, dat moet ik gewoon winnen. Ik ga voor de winst. Gaan we aftellen. 3, 2, 1, go! Go! Ik zie wel vanuit mijn ooghoeken natuurlijk dat hij wel verder is dan mij. Maar meestal is het zo met zulke spelletjes, is het de truc dat je gewoon echt heel rustig en beheerst moet blijven. Anders verlies je concentratie en dan gaat het gewoon missen. Goed, geconcentreerd met Mick Verdraad dan. Kom maar, hij bezuurt namelijk, hij bezuurt. Ik kom jullie het water zo meteen, hè. Mickey, kom aan, Mickey.
me heen. Hoe kan ik nou? Ik ben zo hoog gekomen. Waarvoor kom ik niet verder? Waar kan ik mijn voet neerzetten? Kijk, je moet natuurlijk ook goed kijken waar ga je je voet neerzetten en hoe ver is dat dan van je hand. Zo ben je weer. Dankjewel, goed omhoog. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon echt mijn nagels, zeg maar, zo in die gleuven van de muur gezet. Echt gewoon als een soort van, ja, catwoman omhoog geklommen. En toen kon ik weer bij die dingen, bij die hand. Ja, het voelt wel goed als je als eerste de sleutel hebt, want dan ga je toch, toch met nog wat meer motivatie ga je dan ook gewoon echt aan de tweede sleutel denken. Jongen, jongen. Nou, dan gaan we weer met leuk. Haak het feestje! Hier, het feestje! Ik ben een huis. Ja, het is gewoon niet goed gegaan, klaar. Pas voor toe. Hoe staan we ervoor? Ze keek de kat uit de boom, bleef kalm en vloog ineens recht op haar doel af. Veenstra rules, bam! Monira, ja, er staat hier binnen een hele grote sterke vrouw. Het is eigenlijk heel makkelijk om die sleutel te pakken te krijgen, alleen je moet haar even uit de weg raken. Nou ja, even, die kolos is 1,90 meter en heeft zelfs voor een Française een heel slecht humeur. Veel succes. Dat kan jij. Kom op, gaat je. Oké. Schoen uit. Ik heb vroeger op karate gezeten. Ik heb wel eens gekickboxd. Tips en tricks van de straat. Ja, ik kom natuurlijk uit Amsterdam-West. Dus die ken ik. 3, 2, 1. Kom op. Kijk waar de sleutel is. Waar is de sleutel? Ik zie die chick. Haar ene been is even groot als twee van mijn benen. En ze staat daar echt zoals een boom, echt zo'n manwijf. Ontwijk haar! Zo. En mijn levensliedzangers kijken naar hun natte droom. Qua kracht is hij gewoon wel sterker dan ik. Dus dan moet je slim zijn. Dus ik denk dat ik ga haar omhalen. Dat je zeg maar zo op haar afsluit, heel langzaam. En als je er dan pakt, dat je er dan een soort van omhaalt zodat ze op de grond ligt, want je meteen die sleutel pakt. Oké, okay, ontwijk haar. Goed zo. Kom maar, hoor. Kom maar. Die is ook zwek. Ja, die is ook niet zwek, hoor. Die is ook zwek. En op een of andere manier lukt het maar om haar op de grond te krijgen. Dus ik denk, yes. Wat ik me niet had gerealiseerd, dat zij vliegensvlug dan op je komt liggen. Hou in de handen. Kom zo. En toen zakt het moed wel in mijn schoen. Oké, kom op. Wie is er zwek als we zijn? Kom op hier. Of zwek je, Ben? Ik had de opdracht niet gehaald, maar ik was wel blij dat ik niet was opgesloten en dat ik niet 50 minuten had gekost met deze opdracht. Pas maar toe, waar ben je? Je bent daar. Ja. Monira is helemaal swag, maar dat was niet genoeg om die Franse chick te snel af te zijn. De stand blijft 1-0. Leo, ja. Heb jij lievelingsdieren? Ja, ik hou niet van dieren. Je houdt niet van dieren? Maar ik hou niet van dieren. Vind ze dat, ja. En ook niet van hele kleine schattige diertjes? Nee, ook niet. Ook niet? Oh, maar hou op, man. Nee, hè? Op ieder potje past een dekseltje, maar niet hier op het fort. Aan jou de taak om zo direct hier naar binnen te gaan. Ja. En er staan een aantal tonnen. En dan ga je graaien. Ja. Voor een sleutel. Ja.
Goed zoeken. Stop je handen in elke ton en kom maar naar buiten met de sleutel. Zullen we dat afspreken? Dat lukt jou, Leo. Nee, helemaal niet, maar ik ga het proberen. Ja, natuurlijk. We gaan aftellen. Ik kan de hele week goed maken. 3, 2, 1. Ja, joh, kom aan, Leo. Kom op. Draaien. Doe dat in, gooi je handen. Overal uw handen in. Aan de tijd denken, gooi je handen. Maar hij is er wel bang voor. Elke pot. Er zaten volgens mij 50 muizen, maar er leggen er echt 49. Bij de hersenschunnikje. Die liggen echt. Die liggen met hoofdpijn en een zonnebrilletje op. In een dichte tonnen moet je. In een dichte potten, Leo. Ja. Pak op, twee handen tegelijk. Twee handen tegelijk. Leo. Hij durft niet, hij ziet het niet, dan durft hij het niet. Oh, vies! Wat nou? Nee, dat is geen bloed. De sleutel ligt op de bodem! Is dat bloed? Leo, sleutel ligt op de bodem! Ja, ik durf het niet, man! Kom op, schiet af! Twee keer erop. Ik kan niet uitleggen wat het is dat het in je hoofd is. Je weet bijna zeker van, nou ja, dat moet je toch wel kunnen. Maar iets wat je dus niet ziet, ben ik nu achter, dat is een knop in je hoofd, is echt heel raar. Nee! Vlug! Ja, en lang nog! Ja, maar zo pakt hij nooit de sleutel. Kijk, nu slaat hij een ton over, maar makkelijk die sleutel erop kunnen zitten. Welke pot? Nee, al die potten. Al die potten af. Kom maar terug. Ja, wel goed. Dat meen je niet. Klasse, hele week is gevlogen. Ik pak hem weg bij de laatste. Dan krijgen we een jep, hebbers. Ja, het is toch een spel om sleutels te winnen. En de eerste sleutel is binnen. Martin. Niemand hield er rekening mee, maar een wonder geschiedde. Leo kwam terug met een sleutel. 1-1, wat een feest. Celina, jij verdwijnt zometeen onder het fort. Je moet daar een aantal pingpongballen tevoorschijn zien te toveren. En dat doe je door een aantal moeren los te draaien. En op die pingpongballen komt onze code te staan. Wij staan hierboven, met die code kraken wij de kluis. En de twee sleutels zijn van ons. Een pittige, een hele pittige voor twee sleutels. Rustig blijven, hè? Ja, dat kan ons een hele grote voorsprong geven. Alleen ze moet rustig blijven. Aan twee kanten die schroeven losdraaien, hè? 3, 2, 1, en daar ga je. Twee sleutels, jongens. Ja, dit is echt veel. Als die bril maar niet volloopt, dat is te lang. Okay. Ik had zoiets van, dat moet wel lukken. Maar als je eenmaal daar binnen bent, dan is het best wel, toch wel een opgesloten gevoel. Ja, je bent er. Onder jou zitten die schroeven. Dus duik maar één keer naar beneden en dan die schroeven losdraaien. Wat is ze daar aan doen dan? Want ik zie helemaal niks. Ik ga het even vragen dan. Hadden ze iets strakker moeten draaien worden. Domme. De eerste keer dat ik naar beneden ging, kwam ik weer heel snel boven. Toen dacht ik, ik kan nog veel langer mijn adem inhouden. Ja, goed zo. Oké. Okay. Ja. Top. Dit gaat lukken. Dit kan. Ja, het gaat goed. Het is beheerst, hè? Kennis? Ja. Rustig, wat ik zei, daar win je de wedstrijd mee. Zie je al een balletje? Roep een code. Die balletjes kwamen omhoog. Maar ik moest echt goed kijken naar die cijfers. Hoe zie ik het nou goed? Want dat kleine brilletje, ja, ik keek een beetje scheel ook er doorheen.
dit had niemand van ons ook gekund, hè, dit. Ja, misschien. Jij sowieso niet. Twee sleutels! Ja, yeah. We got the key. Pas maar toe. Yes! De vrouw van Atlantis. Selina bleef ijzig koel en nielde die code. Twee sleutels erbij, 3-1. Team Fashion loopt nu wel iets uit, maar straks krijgen mijn levensliedzangers ook een opdracht waarmee ze twee sleutels tegelijk kunnen verdienen. Hebben jullie wel eens ruzie of oneenigheid onder elkaar? Nou, ik heb weinig. Ik liefdelijk. Hij wil ons het liefst slaan, Billy, ons. Hij wil het liefst slaan, maar hoe zit het met jouw wens om te slaan? Ik ben niet zo een slaande. Ook niet? Ik heb zelfverdediging altijd. Oké, maar je wil je ook niet af en toe een beetje afreageren? Jawel, daar heb ik andere middelen voor, hè. Nou, ik heb ook twee middelen voor je. Oh god, nou. Oké. Nou, daar komt hij dan. Deze. Oké. Jij gaat zo direct naar binnen, Mick. Ja. En ik zou zeggen, sla zo vaak als je kunt en zo hard als je kan. Maar niet ongecontroleerd. Die boksman moet namelijk de roos raken en bij iedere treffer komt de sleutel steeds een stukje naar boven. Goed voor je conditie ook. Ready for some action, Rocky? Oké. Ik heb 10 jaar gebokst. Nee, ik heb 6 jaar gebokst, 10 wedstrijden gedaan. 3, 2, 1. Go! Nou, dan gaan we. Wat moet je doen dan? Hierheen. Hij komt er al met moeite in, dat is al fijn. Oh, dat kan. Mick, alsjeblieft, hè. Hij komt. Oké, dan. Hoe die al de ring inging. Ik denk, nou, die heeft wel op boksen gezeten, maar dat waren zijn luidspeakerboksen waar hij 10 jaar op gezeten heeft. En toen ging natuurlijk onze Rocky, die ging meppen tegen die bal. Ja, ik zeg, ik was wel. Als je nou van tevoren zeg je 10 jaar gebokst. Zeg je 10 jaar gebokst. En je ziet hem nog wat bezig. Ik zeg, ja. Het was net een gevulde koek. Met zijn conditie. Nou, we weten er niet meer sinds 1942. Met mixed condities. Goed zo, nog een gemis. Kom op, vriend. Heeft hij misschien een hekel aan iemand? Dan noemen we die naam. Ja, dat is het niet. Hou stil en sla. Hou stil en sla, man. Dit is John de Wever. John de Wever. Dat lijntje van die bal, dat is gewoon heel flubberig. Dus als ik sloeg, ja, ik zeg tegen John de Wever, als ik diezelfde klap op je kin geef, ga je gewoon strekken, maar ik weet niet. Ik moet maar slaan en dan nog een keer slaan. Mick, kom op! Hou stil en sla meer! Eén keer raken heb je! Ja! Heb je nog één keer? Nog één keer? Maar dat is wat je hebt, Mick! Die had ik wel echt moeten hebben. Het is echt stumperig. Betekent dat hij opgesloten zit en dat kost jullie 50 minuten. 50 minuten. Ja, maar het is ongelooflijk. Dit keer hebben we erom gelachen. Horloge? Gooi maar in. 6 jaar gebokst en nu begrijp je waarom hij gestopt is. Hij slaat als een meisje. Geen sleutel en 50 minuten aftrek. Lekker dan. Blind vertrouwen. Is dat er, aan deze kant? Ja, absoluut, absoluut. En bij jullie heren? Ja, ik zeg niks, ik durf niks meer te zeggen. Als jij zegt, ik durf niks meer te zeggen. Ik heb vertrouwen in John. Ja. We gaan een spelletje spelen en het is eigenlijk hartstikke simpel. Bonen verzamelen. Oké. En wie als eerste zoveel mogelijk bonen in deze koker heeft... Die heeft gewonnen, ja. Die wint de sleutel. En die bonen zitten in zakken. Die moet je aan de onderkant openmaken, emmertje eronder en de bonen terugbrengen naar de cilinder. Simpel. Er zijn één ding. Horloge, paspoort toe. Ga je de gang. Ja, hou even. Goed.
John, dat is serieus. Waar ben je? Hier. Okay. Wie houdt mij dan vast? Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Zo moet het stemmen. Als je natuurlijk twee mensen op deze aarde nooit aan elkaar vast moet binden, is het John de Bever en mijn Leo. Er is niks moeilijks aan. Nee, gewoon bij elkaar blijven en ik die zak opmaken, hij die dingen onder en dan teruglopen. Nou, mijn handen zijn best groot, dus ik had snel al die zakken te pakken. Zo moeilijk was het niet. Alleen, het andere team moest wel minder goed coördineren dan ons. En daar hadden we volgens mij wel geluk. De mode gaat sneller. Oh, dit wordt helemaal niks. We trekken het uit, John. John, ja, ja, Bakkie. Rustig. John rukte me mee, was iets te wild vaak. En John in zijn fanatisme ging ook mijn bakje vasthouden. En ik ging op een gegeven moment de zakken losknopen. Ja, dan heb je ineens een leeg bakje met een lege zak. En dan kom je er weer achter dat je net niet goed nadenkt. Ja, ik heb hem hier. Maak hem open, John. Ik heb hem precies onder. Openmaken. Het is toch wel best wel moeilijk om zo'n zak open te krijgen. Wat kan ik doen, wat kan ik doen, wat kan ik doen? Want ik moet die bak vasthouden. Ik denk opeens van, ik moet die bak zo onder mijn kin vasthouden. Dan kan ik ook met mijn handen omhoog. En dan kunnen wij dat samen doen. En dat was heel slim. Ja. Dat we heel goed waren, maar toen hoorden wij al gejuich aan de andere kant, dat ja, die hadden hem gewoon vol. Ja, dat was een tegenvaller. Het voelde zo goed en het was zo lekker, want het was weer een groepsopdracht die we gewoon perfect het in de puntjes hebben afgerond. Hoe zit het met die stand? Nou ja, de stand is uitstekend, Freek. Oké, ik ga even kijken. Hier, kijk hier. Ik heb niks gezien, hoor. Hier. Ze is gewoon een keer gewoon bril. En de stand is Paspoortoe. Jongens. Yeah. En weer een tik uitgedeeld aan dat stelletje snabbelaars. Janice en Munira gingen als een speer. 4-1. Kim, ik zag jou lopend op de catwalk, wat je goed kan. Dat kan je goed, toch? Ja. Ja? Ben je ooit bang om te vallen? Nee, dat niet. Nee. Dus die balans, dat zit wel goed. Dat hoop ik. Nou, de volgende opdracht heeft alles met balans te maken. Yes. Alleen, die catwalk is in dit geval rond. Hij is niet alleen rond, hij draait ook nog eens mee. De kunst is om naar de sleutel te kruipen zonder de vloer te raken. Pittig. 3, 2, 1... Toen ik de kamer binnenkwam, toen dacht ik al wel van, oké, dit gaat wel een lastige opdracht worden. Op je buik, helemaal op je buik, platter. Ja, goed zo. Zo. En je handen trekken, Rustig, gewoon rustig. Het terrasen. Nee. Goed zo, en zo rustig. Verder niks. Goed zo, rustig. Op je buik blijven liggen. Je handen trekken, verder niks. Gewoon liggen en je handen trekken. Verder niks. Kim gaat echt als een soort van panter begint met klimmen. Janice naast mij wordt een soort van hysterisch. Blijf liggen op je buik. Hou je daar. Je komt op. Ja, oké, terug. Nee, op je buik. Helemaal op je buik. Plat. Ja, oké. Jullie moeten even stil zijn. Kan best stil zijn. Niet heel lang, maar wel een minuut. Stil zijn helpt wel. Kim lijkt het kunstje onder de knie te hebben en kruipt over die zuurstok. Let op het woord kruipt, want het gaat
langzaam. Voor de beren. Jeetje mijn, wat is dat mensen? En nog lachen alsof ze een hele fotoshoot doet. Ik had wel zoiets van, ik moet weer die volgende sleutel pakken. En mijn team staat buiten. En zal ik mijn schoenen uitdoen? Heb ik dan meer houvast? Of wat moet ik doen? Hoeveel tijd is er nog? Anne, de helft van de tijd. Rustig aan, gewoon zelf tempo. Ik let goed op die tijd. Wanneer ik hem hier zie, dat ik hem terug. Ze moet terugkomen hoor, nu. Hey, 4-1. Kan nog gebeuren. Was je erbij, hè? Ja. Nee, je was zo dichtbij. We wilden je niet in laten. We waren te had je bijna? Ja. Oh. Shit gewoon, dat je die opdracht dan gewoon niet hebt kunnen afmaken. En ik ben iemand van, ik kan niet goed tegen mijn verlies. Pas maar toe. Hoe staan we ervoor? Helaas geen sleutel erbij, maar er is nog niks aan de hand. Team Fashion staat nog steeds royaal aan kop. 4-1. Johnny! John! 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 John, we staan achter en we kunnen 2 sleutels verdienen. Ja, alles. Ja, en die kunnen we verdienen door de code. En die hangt in die koker daar. En als je die koker openmaakt, kun je teamgenoten beneden de kluis openen. Ja, maar dit vind ik zo erg, dit. Ik vind boven in de lucht niet fijn. Ik durf nou niet in een reuzenrad te zitten. Hé, wat zeg je ervan? Zullen we kijken wie het eerst beneden is? Bedankt, hè, Freek, hè. Johnny! Johnny, 2 sleutels! John, 2 sleutels, John! Johnny! Het is eigenlijk de enige kans om nog in de race te blijven. En ja, daar stond ik dan. 2 sleutels! 2 sleutels! John was echt bang. Dat zag je aan alles. John had de angst in zijn gezin staan. Kijk hier, man. Oh, kijk, hij durft echt niet. John, niet doen! Niet doen! Maar niet! John! Hè? Ik ben er al! John! We zijn er al, hier! Ik ben naar beneden, nu jij nog! Hier is Freek! Dat je staat te denken. Ja, word alleen maar banger. Daar kom ik weer die tijgerster, schiet ik te ver door, kom ik weer die tijgerster of dit touw schiet los. Ja, toen dacht ik ook meteen weer, 2 sleutels is 4-3. Want ik wil toch nog door naar de volgende ronde met mijn team. John, het is het niet waard, die 2 sleutels. Het is het niet waard. Jullie gaan toch al verliezen. John, nu! Ik kan niet afgaan. Ik heb met mijn grote mond. Ik kan nou niet zeggen dat ik het niet doe. Johnny, kom! Johnny! Dat is ons kanaal! Alsjeblieft, John, kom op! Er kan niks gebeuren! Echt niet! Kom op! Kan niks gebeuren! Kom op, John! Kom op! Ja! Ja! Oh, pak die koker, John! Dan wel trots dat ik het gedaan heb. Maar het stelt niks voor, want een kind van 10 durft daar gewoon blindelings. Snap je? Maar ja, ik ben wel trots. Het is bijna janken, man. Ik wil het als kans doen. Johnny, bedankt. Johnny, Johnny. Nee, maar jij hebt het niet Echt dom. Mijn god. Goed gedaan. Super. Top, John. Horloge, laat maar zien. John de Bever. Wat een opluchting zeg. 2 sleutels ingelopen. 4-3. Het andere team komt steeds dichterbij. Baba. Ja, baba, ja. We gaan een gokje wagen.
Degene van jullie die zometeen hier naar binnen gaat, komt in een stoel te zitten. Doet zijn hoofd goed naar achteren. Trekt aan een hendel. En op het moment dat diegene aan de hendel trekt, komt het geld met bakken naar beneden. Verzamel zoveel mogelijk geld, pak die sleutel en het is 50 euro. Viva! Viva! Las Vegas! Kennis. Ah, yes! Dat kan hij wel. Hij loopt heel de dag lang te huppelen. Alsof hij op een catwalk loopt. De hele dat voortdoor elke keer. Nou ja, dus dat kan niet makkelijk, ja. 3, 2, 1, go! Oh, we gaan nog hard ook los. Gaan we even komen. Ik zat in die stoel, ik had mijn ogen open en het was een soort van G-force, want het gaat zo snel, je wordt echt ingedrukt. En die G-force, die maakt je misselijk, vooral omdat het in je hoofd zit. Rustig aan. Doet hem niks. Rustig aan, Jen. En blijf. Wachten. Het ging gewoon als een trein. Het ging als een trein. Het lijkt lekker van jou. Jan, zit op de helft. Las Vegas! Kom eens, Jan. Jan, je hebt bijna geen tijd. Ga maar door. Je zit in die stoel alsof je bij de kapper zat. Ja, goed. Maar ik ga je vertellen, als ik nog één rondje moest draaien, had ik een heleboel ondergekotst. Echt waar. Pas voor toe, maak ons blij. En zo gaat hij goed. Mijn fashionistas lopen weer een sleutel uit en de stand is nu 5-3. Lekker hoor. Zijn jullie een beetje vakantietypes? Nou, hoe zit het met jou, Carlo? Ik heb wel wat werelddelen gezien. Ja? En dit jaar wordt het Spanje. Spanje? Oh, dat is een fijn werelddeel. Misschien ga jij hier zo naar binnen wel naar een andere bestemming. Ticket to the tropics. Ticket to the tropics, who knows? Oké. Hier ligt een sleutel, maar die sleutel vind je natuurlijk niet zomaar. Je gaat zo direct in het net en er liggen allemaal grote balen. En daar staan bestemmingen op. Maar eerst moet Carlo bij die rode kist zien te komen. In die kist zit de eerste bestemming. Dan moet hij in al die chaos de juiste katoenbaal vinden die je naar een volgende bestemming brengt. Etcetera, etcetera. 3, 2, 1. Onthoud je gooi. Shit, daar kom je niet bij. Kijk, had al veel sneller gemoeten dit. Zie je? Erin! Je kan er niet in! Sneller! Spring erin! Ja, hoe dan? Dat kan niet. Dat plafond zit boven me. Eerst de balen moeten eruit en die waren echt wel gewichtige dingen. Je moet die rode kist hebben, we zitten liggen die rode. Ja, die is op de bodem, jongens. Wat zeg jij? Hij ziet die rode kist niet. Jawel, die ziet hij al. Hij had erin gemoeten, dan kan je zo paat. Die rode kist! Nee, die ziet hij wel, maar dat kan niet. Ja, zo is hij. En daaronder ligt hij, daaronder zit die kist al. Mick Harre. Ja. Amsterdam. Ja, heel goed. Denk aan de tijd, Carlo. Waarom? Je moet afschieten. Oké, er bijna. Ik zie de kist, wacht eens jongens, ik zie de kist. Kist open. Wat staat erin? Wat? Moskou. Moskou, die hebben we eruit gegooid. Wow! Kom je maar, Carlo! Ik heb toch lange benen, jongens? Moskou! 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 Moskou
Vancouver, ik heb Vancouver gezien. Kom maar uit, kom maar uit. Carlo. Good for us. Ook een moeilijk spel. Ja, daar kom je toch niet bij die onderste. Maar je had een rode kist, had je te pakken. Ja, maar daar begint het pas mee. Dit is zo intensief, terwijl het er heel simpel uitziet. Weer geen sleutel. Horloge, er is niks veranderd aan de stand. Wat een stress. Toen Carlo het systeem eindelijk doorhad, was het eigenlijk al te laat. De stand blijft onveranderd. Voordat de teams zoveel mogelijk gouden munten proberen te verzamelen in de finale, is er nog één duel waarmee de laatste sleutel te verdienen valt. We staan hier bij het allerlaatste duel voordat we naar het schatkamerspel gaan. Dit is de bijzondere vissenkom van Fort Boyard. We gaan muntjes in dit glaasje gooien. En het team waarbij het glaasje als eerste zinkt, heeft verloren. Ja. En om dat zo eerlijk mogelijk te doen, ga ik nu dit muntje opgooien. Laat de dames eerst maar kiezen. Tijger of fort? Fort. Fort. Komt-ie. Tijger. 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 Mag jij beginnen, John? En jouw eer? Erbij maar beginnen, hè? Ja, ik hoop dat je hem erin gooit, want dat is wel heel knap van je. Geitje. Tijger. Ga maar lekker bewegen, ook. Oh. Daar gaat-ie. Dat doe je goed, hoor. Goed zo, Kim, goed zo. Ja, heb eens. Doe maar lekker zakken. Zeg, gooi hem erin. Door. Ja. Hoe was het hier in de schotting? Met de muntjes. Dus dan was het 6-3 met de sleutels. Wat een heerlijke stand, zeg. Team Fashion gaat met twee keer zoveel sleutels op zoek naar het goud. Voor al die sleutels hebben ze wel moeten afzien. Het beslissende spel aangekomen van Fort Boyard, het schatkamerspel. Ja jongens, het is tijd om te gaan graaien naar het goud. En om de schatkamer te openen hebben we 6 sleutels nodig. Hoeveel hebben we er, John? 3. 3. Hoeveel hebben wij er? 6. Wat zeg je? 6. Maar voordat we naar binnen gaan, wil ik eerst vragen aan Monique of de tijgers weg mogen. Monique! Dat betekent, mannen, dat wij nog 3 sleutels moeten gaan halen. Uit die pilaar. Ja, ja. Hoe sneller je draait, hoe eerder je sleutel hebt. Monique, show me the money. Attentie, ik ga het startsein geven. 3, 2, 1. Mickey, 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 kom op dan. Luister, show me the money. Kom op. Wachten, wij moesten om 3 uitdraaien.
En het ging toch vrij vlot. Ja, en onze poort is open. Munira en Selina gingen al die munten bij elkaar gingen verzamelen. En Janice en ik lopen. Maar op een gegeven moment, ja, het levenslied kwam echt gewoon meteen achter ons aan eigenlijk. Terwijl wij wel gewoon echt een voorsprong hadden. Ja, dit werkt gewoon niet. Als ik gewoon de hele tijd hier moet blijven staan, wachten tot hun munten in mijn armen leggen. Weet je, we kunnen beter dan met z'n vieren gewoon ieder voor zich gaan lopen, rennen, lopen, heen en weer en lopen, rennen. Goed zo. Wij kunnen meer graaien. Wij kunnen grotere kommen maken, zeg maar, om het erin te doen. Handen zijn groter. Je hebt gewoon zoiets van knal. Gerend voor mijn leven. En mijn team heeft ook echt gerend voor het leven. Tijd om te gaan wegen. Oh, het gaat een beetje gelijk op. We beginnen met tien vestjes. Zo. 1190 yes! minuten hebben wij. Dat is best veel hoor. Nou, goed, yes! Hoor. Heel goed. Team Levenslied. Ja. We gaan nu jullie munten wegen. De strijd is nog niet gestreden. Ah. Oh. Oh. Oh nee! Ja, super blij. Leuk, trots. Super tof dat je hebt gewonnen. Dragen jullie omdat wij naar huis gaan? Nee, omdat we gewonnen hebben. Maar jullie waren een mooie tekst. Dankjewel, Janice. Het is afgelopen, het zit erop. Het is ontzettend jammer dat we niet nog om de derde en de vierde plaats mogen strijden. Dat is die bokskampioen. De bokskampioen. Ik zeg niet willen missen. Ik ga me aanbevolen voor de volgende keer. En dan gaan we wel eerst twee jaar trainen. Ik ben blij dat ik mee heb gedaan en ik zou zo weer mee willen doen. Ik vind het ook jammer dat ik naar huis moet, dat ik afgevallen ben. Was het een bittere pil en dan kan je met je levenslied de boot op. En is het gedaan met die oude sopraan. Ik wil wel zeggen dat we nog maar vier teams over hebben. Ja, het wordt spannend. En we gaan de laatste twee afleveringen in met deze laatste vier teams. Alle poolwedstrijden zijn gespeeld en de nummers 2 mogen de troostfinale spelen. Dat betekent dat de tv-vrouwen het moeten opnemen tegen de dansers. En de grote finale wordt gespeeld door de tv-mannen en Team Fashion. Het betekent gewoon dat je naar de finale mag. Hoe vet is dat? Yes, we staan in de finale. Dat is echt top. Wie had dat nou kunnen denken? Team Mode, het oppervlakkige team, heeft diepgang. Maar echt, we staan in de finale. Ik ben super trots op mijn meisjes. Janice Angels, here we come. Dit was het voor deze week. Tot volgende week. Dag. Alles wat je wil weten over voetbaljaar vind je op onze site. En volgende week zie je dus die troostfinale tussen de dansers en de tv-vrouwen. Wie zeker vindt dat niet fijn? Wietse en ik gaan niet heel goed samen.